Tenzij de Vader is de titel van het boek van schrijfster Karin Ahmad-Mukrim. En dat boek is gisteren gepresenteerd in het Staatsoliegebouw op het universiteitscomplex. Deze boekpresentatie is georganiseerd door de masteropleiding Nederlandse Taal en Cultuur van het IGSR. Dit is de tweede druk van het boek. In haar boek Tenzij de Vader gaat auteur Ahmad-Mukrim op zoek naar het ware gezicht van haar vader Erik Lee Kwishu, die in de sportwereld bekend staat als Erik Lee. Ahmad-Mukrim beschrijft ook haar eigen angst om hem te leren kennen. Tijdens de presentatie geeft de schrijfster uitleg over een zinspreuk uit het boek. Het zal gelukkig zijn als het zichzelf niet kent. Waarom ik het heb opgenomen is inderdaad dat het heel makkelijk is om, om laten we zeggen, te plukken uit de dingen die we onder ogen willen komen over onszelf. Bijvoorbeeld, je groeit op zonder vaderfiguur. Wil je daar echt over nadenken of je daar verdriet van hebt of dat je gevormd heeft, of dat je gemaakt heeft tot wie je bent? Of zeg je gewoon tegen jezelf, oké, ik leg me erbij neer, of sommige mensen van mijn vriendinnen hebben ervoor gekozen om vooral heel kwaad te zijn op die ontbrekende vader. Zich te weigeren om die persoon te leren kennen en vooral die persoon de schuld van alles te geven. Hoe dan ook is het is eenvoudiger om iemand een bepaalde rol toe te delen en eigenlijk met de oogkleppen op verder te leven. Dus je het verder niet analyseren. Ja, dus dan ben je misschien gelukkiger of je denkt dat je gelukkiger bent. Want ik vond het vreselijk moeilijk om na te denken over Erik Lee. Karin Ahmad-Mukrim, schrijfster van het boek Tenzij de Vader. Haar vader, Erik Lee, geeft aan dat hij het boek bijna heeft uitgelezen. Hij zegt dat hij bang is om te ontdekken hoe zijn dochter over hem denkt. Ik ben bang dat ik haar teleurgesteld heb. Ja, dat hoeft u toch niet in het boek te lezen? Dat kunt u er toch vragen? Nee, maar ik weet niet of ze teleurgesteld is, toch? Want ze heeft één ding gemist van mij, namelijk het opgroeien met haar vader naast zijn moeder, biologische vader. Dat heb ik niet kunnen doen, niet door mijn schuld. Om het van tevoren zeggen, dames en heren, niet mijn schuld. Door omstandigheden. Ik ging elke avond op bezoek bij de moeder. En toen ik de avond kwam, ik was niet erg geliefd bij de familie. Toen hoorde ik uit het huis een stem roepen, Marie is er niet, Marie de moeder hoor. Dat was Erik Lee, de vader van schrijfster Karin Ahmad-Mukrim, gisteren tijdens de presentatie van haar boek Tenzij de Vader.